Ik heropen de vergadering van de parlementaire enquête Vira en ik vraag de griffier de getuigen binnen te leiden. Meneer Roelofs, welkom. Dank u. Welkom ook in ieder hier in de zaal en mensen die op een andere wijze dit verhoor volgen. Meneer Roelofs, u wordt vandaag gehoord als getuige. En als getuige bent u verplicht de waarheid te spreken. Daarom zal ik u beëdigen voordat we met het verhoor beginnen. En dan vraag ik u met de belofte te bevestigen dat u de gehele waarheid en niet dan de waarheid zult spreken. Ik vraag u met mij te gaan staan. En mij na te zeggen, dat beloof ik. Dat beloof ik. Dank u wel. Meneer Roelofs, u was vanaf september 2004 twee jaar betrokken bij het VIRA-project als projectleider van Lloyd's Register Rail Europe. En in die tijd heette dat nog NetTrain Consulting. Voor het gemak spreken we in dit verhoor van Lloyd's Europe. In opdracht van NS Financial Services, het bedrijf dat de treinen kocht, de Ierse dochter van de NS, de leasemaatschappij in Ierland, controleerde u en uw team of Ansaldo Breda de trein bouwde volgens de specificaties uit de koopovereenkomst. Een van uw teamleden, de heer Jonkers, was hier vanmorgen al. Daarnaast was u onderdeel van de projectorganisatie onder leiding van de heer De Leeuw. Binnen die projectorganisatie was u, samen met een collega van de Belgische Spoorwegen, verantwoordelijk voor een specifiek onderdeel van het project, namelijk de techniek. Het controleren van het ontwerp van de trein. In dit verhoor heeft de commissie vragen voor u over uw bevindingen tijdens uw werkzaamheden. En wij realiseren ons dat we best wel wat technische dingen met elkaar zullen wisselen. Dus we gaan proberen ons publiek niet te verliezen. En af en toe in de termen een beetje een verduidelijking te vragen, zodat iedereen goed kan begrijpen wat u vandaag in dit verhoor naar voren brengt. En als eerste geef ik graag het woord aan mevrouw Vos. Ja, meneer Roelofs, ik wil het eerst met u hebben over de planning. In die koopovereenkomst tussen de leasemaatschappij NS Financial Services, NSFSC zeggen we dan altijd, en Ansaldo Breda is een planning opgenomen. En die Vira, de V250, dat is een nieuw type trein. Wat is in het algemeen de doorlooptijd als je een nieuwe trein wilt gaan kopen en bouwen? Voor een trein die niet van de plank beschikbaar is, ja. Zeg maar een bestaande productielijn of een type wat al voor een andere spoorwegmaatschappij gebouwd wordt, moet je 50 tot 60 maanden rekenen. En dat zit er met name in het engineering traject, zeg maar, het hele ontwerp van de trein, wat dan extra tijd aan de voorkant kosten. Dus 4 à 5 jaar, dat is dan, heb je echt ja, nodig. Ja, en dan denk ik dat dat in termen is van zeg maar, de periode dat wij het contractbeheer deden, dus 2004-2006. Ik zou niet durven zeggen wat het op dit moment is, omdat ik zelf niet meer betrokken ben bij nieuwbouw van treinen. Een deel van de doorlooptijd wordt ook bepaald door complexiteit van specificaties. En voor hoge snelheidstreinen heb je verschillende type specificaties. Die maken ook de doorlooptijd mogelijk langer. En daarvan weet ik niet wat de laatste stand is en hoe de invloed daarvan is. Op het moment van waar we het over hebben, zo rond 2004, was de doorlooptijd van een nieuwe trein 4 à 5 jaar. Ja, dat waren we ook gewend bij de Nederlandse spoorwegen. We hebben ook in de 90e jaren treinen zeg maar, samen met de industrie ontworpen. En dat was ongeveer de doorlooptijd. Ja. Bij het Vira-project, u had het net al heel kort er even over. Wat waren daar de complicerende factoren?
Er waren er een aantal, in ieder geval twee. De eerste is, het is een hoge snelheidstrein. Ja. Die moest geleverd worden volgens een nieuwe set eisen, de TSI's. Dat zijn de interoperabiliteitseisen die de Europese voor de spoorwegen gelden vanuit de Europese Unie. Om verkeer mogelijk te maken over de grens. Die eisen waren nieuw. De eisenset dateerde uit 2002. Mm-hmm. En wat bij nieuwe treinen geldt, geldt soms ook voor nieuwe eisen. Daar kunnen kinderziektes in zitten. Dus wij werden in ieder geval geconfronteerd met een eisenset. Daarnaast ook nationale eisen van Nederland en België. Die mogelijk niet allemaal consistent waren. Dat was een van de punten die het project complex maakte. Het tweede punt wat het complex maakte was dat er twee spoorwegmaatschappijen bij betrokken waren. Ja. Er waren twee contracten. Een van de NMES en eentje van de Nederlandse Spoorwegen. De contracten waren identiek. Afgezien natuurlijk van bijzondere bepalingen, et cetera. Maar die waren ook vanuit een andere achtergrond opgeschreven. Dus wel dezelfde contracten, maar vanuit een andere werkfilosofie bij het bestellen van treinen. Kunt u iets meer vertellen over die andere werkfilosofie? Want dat was dus blijkbaar volgens u een complicerende factor? De eisen die door de spoorwegmaatschappijen gesteld worden, die komen ook in een contract terecht. Naast natuurlijk de nationale eisen. Die kunnen betrekking hebben op bedieningszaken, het gebruik. Mm-hmm. En daar zaten natuurlijk verschillen tussen de NMBS en de NS, hoe wij met treinen omgaan, hoe we ze bedienen. En daar zaten soms ook conflicterende eisen tussen, waar we in de loop van het traject last van hebben gehad. Maar hoe we ze bedienen, gaat het dan over als je op een gegeven moment de treinen gaat rijden, of was het ook een complicerende factor bij de bouw en het ontwerp van de treinen? Er is één bijzonder voorbeeld, dat is het vertrekproces, wat bij de NMBS anders is dan bij de Nederlandse spoorwegen. Dat betekent dat de momenten dat een deur wel of niet geopend mag zijn anders is. Als je daar verschillende eisen aan stelt, dan loop je tegen tegenstrijdigheden aan die je niet altijd in een ontwerp kunt maken. En hoe los je dat dan op? Want dan moet je op een gegeven moment een knoop doorhakken. Uiteindelijk heeft de NMBS zijn keuzes hierin aangepast en afgestemd op het vertrekproces van de NS. Okay, dus en daarmee haal je dan de angel eruit. Ja. Maar er gaat wel een proces aan vooraf. Mm-hmm. Één partij moet water bij de wijn doen. En dit is een markant voorbeeld. Er zijn natuurlijk ook veel meer geweest. En ja. Dat kost ook tijd om daarheen doorheen te komen met elkaar. Maar was dat niet al in de bestekfase opgelost? Of is dat wordt dat opgelost terwijl je die soms, trein nog ontwerpen soms bent? Die eisen, moet je voorstellen, is in een gelaagdheid in. En soms kom je er pas achter als je tot het gaatje gaat. En ook de eisen aan het onderzoeken bent die voor deurproces gelden en voor een vertrekproces. Ja. Dat is hier ook gebeurd. Als we dat eerder hadden geweten, hadden we dat ook eerder met elkaar kunnen oplossen. Dus u zegt, hè, nieuwe trein 50, 60 maanden, complicerende factoren bij deze trein. En in de koopovereenkomst voor de Vira, daar stond een doorlooptijd van 39 maanden genoemd voor het bouwen van de trein en ook het ontwerp. Hoe realistisch was die planning nou als je rekening houdt met deze factoren? Ik denk dat die niet realistisch was. Ik denk dat de planning was afgestemd op het moment dat de eerste trein moest gaan rijden in september 2007. Mm-hmm. En een passende planning is gemaakt in relatie tot het ondertekenen van het contract. Dus ze hebben gezegd, dan moet die klaar zijn, we rekenen terug, dat wordt 39 maanden. Ja, en daartussenin zet je je mijlpalen zodanig dat het een logisch geheel is, want je moet natuurlijk tijd verdelen over verschillende fasen. Maar er zat een jaar in voor het hele ontwerptraject. En dat was niet realistisch gezien de factoren die we net noemden. Gebeurt dat vaker, dat je op die manier een planning maakt op basis van wanneer iets af moet zijn? Dus ik ken het wel in het klein, ja? Maar voor treinen niet, nee. Ik heb dat niet eerder meegemaakt. En op welk moment realiseerde u zich dat die planning niet reëel was? Ik denk op het moment dat ik erin stapte en een briefing kreeg van het team en de mensen eromheen. Dat is geweest september, oktober 2004. En een van de speerpunten bij het contractmanagement was ook om te verifiëren hoe snel Ansaldo Breda zelf zou aangeven dat de planning niet realistisch was. Ja. Want zij hadden een koopovereenkomst getekend. Ja. Zij waren verantwoordelijk voor het leveren van de trein volgens de specificaties die er lagen en volgens de planning die er lag. En het is essentieel dat de leverancier zelf aangeeft wanneer het niet meer haalbaar is en dan met een nieuwe planning komt. En dat is niet gebeurd, want dat is niet meteen gebeurd. Nee. Dat is denk ik op zijn vroegst in het voorjaar van 2005 heeft Ansaldo Breda zelf aangegeven dat de planning niet meer haalbaar was. Ja. Maar het was een jaar na ondertekening van het contract pas. Dat is bijna een jaar na ondertekening van het contract, ja. Ja.
U heeft net een aantal complicerende factoren genoemd bij dit project. De TSI's, die Technical Specifications. Het feit dat het een onbekende leverancier is, maakt het dat nog volgens u ingewikkeld? Of complicerend? Het hoeft niet per se. Maar ik denk dat je in elke constellatie aan elkaar moet wennen. Ja. Wij hadden natuurlijk ook zaken gedaan met andere leveranciers. Dan is de stap wat minder groot. Aan de andere kant, het ligt ook op persoonsniveau. Ook projectorganisaties moeten aan elkaar wennen. Ja. Dus dat inslingertraject heb je altijd nodig. Ja. Maar goed, u realiseerde zich eigenlijk al toen u begon met het project, deze planning gaat niet haalbaar zijn. Mm-hmm. En dat rapporteerde u al in december 2004. Een half jaar na ondertekening van die koopovereenkomst. Aan NS Financial Services, dat die planning niet haalbaar was. Weet u of NSFSC dat al bij het tekenen van de koopovereenkomst wist? Nee, dat weet ik niet. Nee. Maar ze moeten het van u geweten hebben, december 2004. Dat is het vroegste moment waar het vast ligt, waar ik het kan terughalen. Ja. Er is ongetwijfeld ook in de tussentijd over gesproken, maar goed, dat is lang geleden. En dan wil ik het nog even met u hebben over die rapportages. We hadden vanochtend meneer Jonkers hier en die, we spraken toen even over zijn weekrapportages. Hoe gingen die weekrapportages, was er nou sprake van weekrapportages of maandrapportages? Wat was het verschil? De keurders die maakten weekrapportages, met name ook om voeling te houden met het bouwproces vanuit de programmaorganisatie. Ja. En die werden door de keurders gaan op en af. Ja. 1 of 2 weken en dan de volgende. Dus het wordt ook door de keurders onderling gebruikt als overdrachtsdocument. Ja. Dus zo'n weekrapportage dient meerdere doelen. Ja. Die gaat in ieder geval naar de projectleider kwaliteit. Dat is mijn collega in de projectorganisatie. Dat was meneer Heijsen toen? Dat was meneer Heijsen in de projectorganisatie van meneer Leeuw. En die bepaalde vervolgens of er stappen werden genomen. Er zijn verschillende mogelijkheden afhankelijk van wat er in zo'n rapportage staat. Gingen ze ook naar u, die rapportages? Ik heb ze zeker ook, laat het zo zeggen, ik sta op de mailinglist, maar ik heb ze niet elke week bekeken. Dus die weekrapportage bekeek u niet elke week. De heer Heijsen, dus uw collega manager, bekeek dat wel. Ja. En vervolgens, wat gebeurt er dan met die weekrapportages? Die werden dan naar de heer De Leeuw gestuurd? Ik denk dat meneer De Leeuw ook op de mailinglist stond, maar dat weet ik niet 100% zeker. Dat zou u zelf aan hem moeten vragen. Daar zitten elementen in die weekrapportages waar je soms op wil interveneren. En dat kan zowel op productieniveau zijn als op projectmanagementniveau, als daar structurele zaken in naar voren komen. Maar u als projectleider techniek kreeg die weekrapportage in principe niet. U hoefde daar niks mee te doen. Ik kreeg ze ter informatie. Ja. Ik hoefde daar zelf niets mee te doen. Dat klopt. Mijn collega was daarvoor aan de bal. Omdat hij projectleider kwaliteit was. En ook over alle kwaliteitszaken zeg maar direct afstemming had met de heer De Leeuw en met Ansaldo Breda zelf. Ja. Dus u deed daar niet zoveel. Maar wat stuurde u wel dan door aan de stuurgroep? Dus de projectgroep V250, hè, waar ook de... Nou, het project start na contracttekening met een ontwerpfase. Dus dat is het maken van de papieren trein, tekeningen, specificaties voor onderleveranciers, dat soort zaken. Ja. Daar zitten ook kwaliteitsprocessen op. Bijvoorbeeld het voeren van design reviews. Daar was ik verantwoordelijk voor. Dus u rapporteerde over design review, dus de techniek daarvoor rapporteerde u aan die stuurgroep waar dan De Leeuw in zit en ook de heer Dupken... Ik rapporteerde rechtstreeks aan de heer De Leeuw over mijn bevindingen. En dat was dan aan de heer De Leeuw om verder te rapporteren richting de stuurgroep. Oké, daar komen ze meteen nog op, over die bevindingen. Maar als ik het goed begrijp, zegt u, want de heer Jonkers zei vanochtend dat die weekrapportages integraal doorgingen naar De Leeuw. Mm-hmm. Maar u zegt, dat weet ik niet, want dat was mijn afdeling. Ik vermoed dat hij op de mailing stond. Dat is wat ik net zag. Ja. Sorry. Ja. Ja. Mevrouw Bergkamp. U zei net dat u niet weet of NSFSC zich realiseerde dat het geen reële planning was. Maar hadden ze zich dat niet kunnen realiseren bij het afsluiten van het contract? Dat weet ik niet. Ik was er op dat moment niet bij. Er zit een leverancier aan tafel die zegt dat hij het kan. Wat is dan de reden om aan te nemen dat het niet gaat lukken? Deskundigheid, kennis, want u zegt net zelf, nou, ik zag meteen dat het geen reële planning was. Nou, ik,
Dat gaat wat kort door de bocht. Ik zei niet meteen. Ik heb een analyse gedaan van, want ik heb het project op een gegeven moment overgenomen van de voorganger. En natuurlijk gekeken van waar zitten de belangrijke punten. In die zin dat ze risicovol zijn en waar je als aandacht op wil richten in relatie tot contractbeheer. Feitelijk de klus waar we voor besteld waren. Ja. Planning was daar een belangrijk punt in, omdat die ambitieus leek. Ik heb niet gezegd van die planning die kan niet. Hij leek niet heel reëel, hij leek ingegeven door een vaste einddatum. Ja, u zei net ook, hè, er zijn een aantal complicerende factoren. En het is een nieuwe trein, twee landen, een onbekende fabrikant. Normaal gesproken heb je 50 à 60 maanden nodig om zo'n trein te maken. Dit in het contract stond 39 maanden. En op basis van die analyse zei u, het is geen reële planning. Maar die analyse had toch ook NSFNC zelf kunnen maken? Ik zeg inderdaad, op basis van de analyse achteraf was het geen reële planning. Achteraf? Ja, dus achteraf is zeg maar tijdens de start van het contractbeheer. Okay, dus in die eerste fase van het project hebben we dat met elkaar vastgesteld. En daar was NSFNC dus ook van op de hoogte? Ja. Dat u had aangegeven, dit is geen reële planning? Ja, dat is ook overlegd met de projectorganisatie. Dat hield ik niet voor, maar dat werd besproken in het team van Richard de Leeuw. Wat was daar de reactie toen u zei, dit is geen reële planning? Dat zou ik zo niet weten. Dat is niet iets wat voor in mijn geheugen staat. We hebben afspraken gemaakt dat er zo snel mogelijk duidelijkheid moest komen wat wel een reële planning was. En dat de leverancier daarvoor verantwoordelijk was. Dus er is meteen een nieuwe planning gemaakt. Dus bij de start van het project komt u erachter op basis van de analyse. Dit is geen reële planning. U communiceert dat ook aan de projectleider. Ja. Maar u weet niet meer wat de reactie was. U weet alleen maar dat er een actie is ingezet om een nieuwe planning te maken. Wij hebben samen met Ansaldo Bredera erop aangestuurd om tot een nieuwe planning te komen. Dat is een proces wat een half tot drie kwart jaar heeft geduurd. Dat is ook ongeveer het moment geweest, voorjaar 2005, dat Ansaldo zelf aangaf dat de planning niet langer reëel was. Ja. En wat u zegt, hè, die planning bij een nieuwe trein 50 à 60 maanden, was dat nou iets wat bekend was binnen de treinsector, dat ongeveer dat je daarvan uit moet gaan? Dat zou ik niet durven zeggen, of dat zeg maar common knowledge is. Of was. Het was in ieder geval uw kennis, op basis van de analyse. Dat was op basis van de historie van het bouwen van treinen, was dat mijn ervaring, mijn kennis binnen mijn team, wat ik met, wat nu Lloyds heet, had samengesteld. Ja. Ik geef het woord weer aan mevrouw Vos. Ja, want de planning heeft alles te maken ook met vertragingen. Wat is er in de koopovereenkomst opgenomen over vertragingen? Weet u dat? Ja, op vertragingen zitten boetes. Mm-hmm. En die zijn gekoppeld aan afleverdata van treinstellen. Ja. En ze zijn ook gemaximeerd. Dat betekent ongeveer dat een leverancier, stel dat de vertragingen hem toerekenbaar zijn, dat na een vertraging van ongeveer een jaar of anderhalf jaar je het plafond van de boetes bereikt. En is dat snel? Want weet u ongeveer procent zeg maar, van het totaalbedrag dat ging? Die boetes? Er is een gemaximeerd percentage. Ik weet het niet uit mijn hoofd, maar dat ligt meestal tussen de 5% en 10% voor een contract. Ja. En dat is ook een onderdeel van de commerciële overeenkomst. Ja. Want de leverancier wil geen onbeperkte aansprakelijkheid voor boetes. Ja. Bovendien zijn er ook andere type boetes. Het is ook niet fijn dat de boetes opgaan alleen in vertraging van treinen. Want er zijn mogelijk ook boetes nodig om andere zaken voor elkaar te krijgen. Zijn boetes dan wel een goed sturingsinstrument om een leverancier aan de afspraken te houden? Over het algemeen werkt dat goed. Ja. Behalve als het ingewikkeld wordt. Dat hadden wij in onze relatie met Ansaldo Breda. Mm-hmm. Waar de boetes een behoorlijke claim legden op het bedrijf Ansaldo Breda. En hun er alles aan gelegen was om niet op te draaien als veroorzaker van de vertraging. Ja, want je kunt boetes krijgen alleen voor zaken die aan jou te wijten zijn als leverancier. Ja, zo staat dat in het koopcontract. Ja. En dat is inderdaad voor vertragingen. Maar dat is ook bijvoorbeeld voor disperformance, als de trein wordt afgeleverd en de performance wordt getest en hij voldoet niet, kunnen daar ook boetes op staan. En als er vertraging ontstaat door zaken die niet toerekenbaar zijn aan de leverancier, wat staat daarover in de overeenkomst, in de koopovereenkomst? Dat is heel simpel, dan is de opdrachtgever aansprakelijk
voorbeeld is bijvoorbeeld wijzigingen in wet en regelgeving. Dat is een soort van force majeure. Een opdrachtgever is altijd, die draagt daar de consequenties van in termen van leeftijd, kosten, et cetera. Maar dan goed, dat verschuift dan naar NSFNC / HAZA. Precies. In dit geval. Ja. Als er bijvoorbeeld een wet verandert of maar een ander, de treinbaan te laat. Maar een ander voorbeeld is zijn besluitvormingsprocessen. Ja. De specificaties zijn niet 100% dichtgetimmerd. Er staan ook voorwaarden in dat er keuzes gemaakt moeten worden. Bijvoorbeeld over het interieurdesign, exterieurdesign. Er kunnen ook andere dingen zijn. Daar moet de opdrachtgever tijdig keuzes maken. Ja. Omdat anders het project in de vertraging gaat. En dat staat allemaal gespecificeerd in de koopovereenkomst. Ja. Wanneer, wie, voor wat verantwoordelijk is. En dat is redelijk dichtgetimmerd eigenlijk. Er staan niet alle situaties in. Maar eigenlijk komt het erop neer als de opdrachtgever niet kan aantonen dat de leverancier aansprakelijk is. Mm-hmm. Dan ben je als opdrachtgever zelf degene die het draagt. Zit er bewijslast bij de opdrachtgever? Weet ik niet 100% zeker, maar dat was wel mijn indruk. Maar dat zou je aan iemand moeten vragen met de commerciële kennis van het contract. Ja. In uw rapportage schrijft u dat Ansaldo Breda niet in staat is om een reële planning te maken. Wat bedoelde u daarmee? We hadden natuurlijk in ons hoofd dat de reële planning tussen de 50 en de 60 maanden zat. Ansaldo Breda wilde niet verder gaan dan de vertragingen die waren opgetreden. Even los van de vraag door wie ze veroorzaakt waren. Dus in het eerste jaar zie je dat er vertragingen te grootte van 4 tot 6 maanden zijn. Dan komt er een planning waar die 4 tot 6 maanden in zit. Ja. Maar niet met de doorkijk hoe realistisch de rest van de planning is. En of die einddatum dan ook slechts 4 tot 6 maanden schuift. Of dat daar ook een aantal andere factoren tot verlenging van de leeftijd gaan leiden. Bedoelt u daarmee dus dat ze niet in staat waren een lange termijn planning te maken? Ik denk dat ze wel in staat waren een lange termijn planning te maken, maar dat er politieke factoren meespeelden waarom ze dat op dat moment niet wilden dealen. Begrijp ik niet. Kunt u dat nader toelichten? Even nadenken hoe ik het zal uitleggen. Zoals ik net aangaf, ons vermoeden was dat het ontwerptraject veel langer zou gaan duren. Zeg 2,5 jaar. Er staat in de planning van het contract staat 1 jaar. De leverancier zal niet na een jaar willen toegeven dat het 2,5 jaar wordt. Want dan betekent het meteen dat er gedeeld moet worden over een boete voor een levertevertraging van 1,5 jaar. Op dat moment. Je kiest ook bij contractmanagement op het moment dat er een vaststelling is van een vertraging, dat die op dat moment vastgelegd wordt, inclusief de veroorzakende partij en de consequenties. En dat zou niet in het belang zijn geweest van Ansaldo Breda. Die zou dat moment voor zich uit willen schuiven. In de hoop ook dat er oorzaken naar boven zouden komen voor vertragingen die ze zouden kunnen afwentelen op de opdrachtgever. Dus met de politieke reden bedoelde u van dat was in hun eigen belang om een beetje mistig te blijven over de reden van de vertraging, namelijk in dit geval dat ontwerpen gewoon wat langer zou duren. Omdat ze hoopten dat er misschien nog andere redenen voor vertragingen zouden komen die dan niet aan hen te wijten zouden zijn. Ja. En gebeurt dat nou vaker in de sector? Dat weet ik niet, want ik ben bij 2 van dit soort grotere projecten betrokken geweest. Mm-hmm. Je ziet natuurlijk dat er verschillen in belangen zijn. Je wilt allebei dat er een trein komt. Ja. Maar de weg daar naartoe kan verschillend zijn. En dat spanningsveld, dat is er nu eenmaal. Ja. En Ansaldo Breda wist natuurlijk ook dat er een paragraaf in het contract stond over de baanbeveiliging, ERTMS. Ja. Waar de specificaties niet bevroren waren. En die een zwakke plek waren voor de opdrachtgever. Ja, daar komen we inderdaad zo meteen nog op. Maar goed, u stelde dus vast dat Ansaldo Breda niet in staat was of niet wilde een realistische planning te maken. En wat deed u er dan aan om wel een realistische planning te krijgen? Wat kon u doen? We hebben samen met Ansaldo Breda diverse keren aan tafel gezeten om die reële planning wel op te stellen. Maar dat is een moeizaam proces. Als je aan de ene kant met inhoudsmensen een reële planning wilt maken, en aan de andere kant er een projectorganisatie is die om andere redenen de resultaten daarvan niet wil zien. En dan bedoel ik de projectorganisatie van Ansaldo Breda. Moet ik me dan zo voorstellen dat dan de echte ingenieurs zeiden van nou, het kost 2,5 jaar tijd en dat dan de
financials zeiden van dat mag je niet zeggen? Hoe... Nee, ik denk niet dat de ingenieurs dat zelf toegaven aan tafel. Nee. Niet, althans maar, niet die van Ansaldo Breda. Maar u zag wel die belangen tegenstelling tussen enerzijds de ingenieurs en de anderzijds de... Nee, misschien de financiële managers van Ansaldo Breda. Nou, zeg maar projectmanagement. Ja. Die representeert ook de financiële component en de contractcomponent. Ja. Uiteindelijk is die trein 5 jaar te laat geleverd. Mm-hmm. Nog even voor mijn begrip, is dat een normale tijdspanne voor vertraging bij levering van treinen? 5 jaar? 5 jaar. Op een termijn van bijna 4. Ja. Nou, dat is 100% overschrijding. Dat vindt u niet? Ik vind het, nee, dus vind dat niet gebruikelijk, laat ik het zo zeggen. En wat waren volgens u de belangrijkste reden van die vertraging? Nou, de vertraging komt in een ander daglicht te staan als je naar een reële planning kijkt. Ja. Dus als je uit was gegaan van 50 tot 60 maanden, dan ziet die er al anders uit. Een deel van die vertragingen die is ontstaan in de periode dat ik erbij betrokken was, die kan ik ook goed verklaren. Mm-hmm. Wat er daarna gebeurd is, dat weet ik niet precies, want dat heeft alles met bouwfasen en testfasen te maken. En daar is blijkbaar ook vertraging in ontstaan. Ja. En die aard en die details, die ken ik niet. Dat deel van de vertraging, dat heeft dan vooral te maken met die ontwerpfase? Ja, gedurende bijna 2,5 jaar dat ik erbij was, is er een vertraging ontstaan van bijna 2 jaar. In die ontwerpfase? Ja. Kun je daar iets meer over vertellen van hoe dat dan gaat? Waar dan die vertragingen in die ontwerpfase aan liggen? Dus u zegt dat normaal is het 2,5 jaar, er stond 1 jaar, dus daar hebben we al een jaar. Ja. In het contract was vastgelegd dat Ansaldo Breda via een aantal detailleringsstappen volgens design reviews informatie moest leveren aan de opdrachtgever, de Awarding Authority. Ja. En middels die informatie beoordelen we aan de hand van checklisten die ook in het contract staan, of er voldoende informatie is geleverd die aantoont dat Ansaldo Breda alle contracteisen inwilligt. Bij het ontwerp? Bij het ontwerp, bij de ontwerpfase. Ja. Dat gaat in 3 stappen, dat zijn 3 verschillende design reviews. En met name de final design review, dat is de design review waar alle informatie die in het contract gespecificeerd staat ten aanzien van het ontwerp geleverd moet worden, die heeft veel tijd gekost voor Ansaldo Breda. En dat is ook verschillend per onderwerp. Er zijn thema's waar de final design review al in de loop van 2005 mogelijk was, maar er waren ook hele moeilijke thema's, bijvoorbeeld ERTMS, mm-hmm, waar dat pas eind 2006 plaatsvond. Het is ook niet zo dat het ontwerp van een trein op één moment allemaal klaar is. Dat gaat in stappen, in fasen. Mm-hmm. Heeft ook te maken met het volgende proces wat erachter zit, het bouwproces en het bestellen van componenten bij leveranciers. Ja. Ja. Nog even voor mijn begrip, hè. We hadden het vorige week even over die tekening die toen bij de biedingen zijn. Was toen al bekend, zeg maar, dat Ansaldo Breda die trein met die eendenneus zou gaan maken, met die lange neus? Vanwege de botsijzer? Er waren toen ik in het project kwam andere neuzen in beeld. Ja. En die bijzondere neus is pas later gekomen. Die is denk ik eind 2004, begin 2005 ontstaan. Omdat op dat moment Ansaldo Breda voldoende inzage had in wat er allemaal in die trein moest zitten. Ook aan de voorkant, ten aanzien van de botsijzen. Ja. En dat gecombineerd met design stylingselementen, plaatsing van de cabine, zichtlijnen van de machinist, die er uiteindelijk toe hebben geleid dat die neus eruit zag zoals die er nu uitziet. Die rare neus. Dus toen ze op een gegeven moment dat bot wonnen, toen zag die neus er nog anders uit. Want toen waren er plaatjes met veel gestroomlijndere neuzen, maar die voldeden dan niet aan de complete set eisen die er lag. Ja, ja. Dus die rare neus is dus gedurende de ontwerpfase is die ontstaan. Ja. Ja, en dat is ook voor een deel terug te voeren op de TSI botsveiligheid. Ja, ja. Maar moet ik nou voorstellen in het vervolg alle hoge snelheidstreinen zo'n rare neus krijgen? Ik hoop het niet. waarschijnlijk niet. Hier doet zich waarschijnlijk ook voor het nadeel van de eerste zijn. Ja. En een aantal specifieke constructieve kenmerken van die trein die in die combinatie ongunstig waren. U zegt het nadeel van de eerste zijn. Het nadeel van dat wij als eerste bij Ansaldo Breda zo'n trein hebben besteld. Ik denk dat wij een van de eerste waren die een hoge snelheidsterrein met conform TSI-eisen aan het bouwen waren. Ja, wij niet, de leverancier, maar daar waren wij bij betrokken. Okay. En dat heeft ook zijn nadelen. Ja, die neus. Ja, maar ook een aantal andere zaken. Ja.
waarvan, hoe zal ik het zeggen, waarvan de eisen nog niet zo uitgekristalliseerd zijn dat ze tot een goede, of het nou ook een esthetische oplossing is, ja, maar ook een consistente set eisen is die een trein oplevert die je kunt bouwen. En die past binnen je infrastructuur en je gebruik en alles wat erbij hoort. Ja, 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 ja. De vertraging ook waar we het nu over hebben, dat waren al die complicerende eisen. Dat kwam allemaal, ja, daarbij, ja. U schreef op 26 september 2005 in uw voortgangsreportage dat Ansaldo Breda het beveiligingssysteem ERTMS en de nieuwe spoorwegwet van 2005 strategisch gebruikt om de vertragingen op NSFVC, de leasemaatschappij, af te wentelen. U hintte daar net al op. Ja. Wat bedoelde u daar precies mee? Dat waren twee aspecten die voor rekening van de opdrachtgever zijn. Ja. De nieuwe spoorwegwet is een wijziging van de wet en regelgeving. Ja. De paragraaf over de versie, de softwareversie voor de ERTMS, dat stond er heel expliciet in het contract. Die moest er op een bepaald moment zijn om de planning te respecteren en alles wat die later zou komen, dat zou vertragingen opleveren voor rekening van de opdrachtgever. Dus dat waren twee kapstokken van Ansaldo Breda om vertragingen af te schuiven op NMBS en de Nederlandse spoorwegen. Want u zei net, dat zijn dus externe omstandigheden, ja, waardoor dus Ansaldo Breda geen boetes. En u had het net over dat politieke spel. Was het nou terecht om op die manier, het spel op die manier te spelen? Ik weet niet of er in dit soort zaken een terecht is. Het spel wordt blijkbaar zo gespeeld. Er spelen heel veel factoren een rol. Mm-hmm. En dat heeft met belangen te maken. Ja. En de belangen liepen hier niet altijd parallel. Althans niet als het ging om geld en leeftijd. En ik denk dat bij dit soort grote contracten wel vaker voorkomt. Ja. Maar ze gebruiken dus ERTMS en die nieuwe spoorwegwet als excuus, ja, om onder de boetebepalingen uit te komen. Dat heeft u in ieder geval in die fase dat ik erbij betrokken was. Ja. Tot 2006. Ja. Dus Ansaldo Breda kwam daarmee onder bepaalde boetes uit. Was voor u een verrassing dat Ansaldo Breda deze bepalingen uit het contract ging gebruiken? Nee. Had u verwacht? De ERTMS-paragraaf was al bekend. Ja. Al in een vroegtijdig stadium. En op het moment dat de nieuwe spoorwegwet uitkwam, hadden we ook al bange vermoedens dat daar dingen in zouden zitten die niet gunstig voor ons zouden zijn. Maar dat u las het contract en dacht, hier wordt misschien gebruik van gemaakt, omdat het nog een open eindje was. Ja, op het moment dat de nieuwe spoorwegwet uit was, hebben we ook direct een onderzoek laten doen naar de consequenties voor het contract en onze positie daarin ten opzichte van Ansaldo Breda. En natuurlijk doet Ansaldo Breda dat zelf ook. Ja. Maar dat wil je zelf als opdrachtgever ook weten om te voorkomen dat de leverancier dingen gebruikt die niet terecht zijn. Dus wij moesten ook echt weten welke elementen van invloed zouden zijn om een goede discussie met de leverancier daarover te kunnen voeren. Wat kwam er dan uit uw eigen onderzoek? Hebben ze nou terecht of onterecht die nieuwe spoorwegwet gebruikt als reden voor vertraging? Het is terecht dat er extra engineering tijd nodig was, ja, vanwege nieuwe eisen uit de nieuwe spoorwegwet. Of het dan terecht is dat de volledige vertraging daarop wordt afgewendeld. Dat is een hele andere discussie. Want om hoeveel maanden vertraging ging het toen? Toen Ansaldo Breda zei van de nieuwe spoorwegwet ERTMS. Hoeveel maanden vertraging claimde zij toen? Dat weet ik niet uit mijn hoofd. Weet u nog wel of dat een beetje spoorde met uw idee van hier kan je zoveel extra tijd voor rekenen? Ik denk dat Ansaldo Breda wat ruimhartiger rekende om de reeds zichtbare vertraging 100% op konto van de opdrachtgever te krijgen. En dat wij aan de lage kant zaten, maar in ieder geval veel minder. U zegt het vriendelijk. Er zou wellicht een verhouding van 1/3, 2/3, ja, kunnen zijn ontstaan. Dat was reëel geweest. Een verhouding 1/3, 2/3? 1/3 voor rekening van de opdrachtgever bijvoorbeeld, ja, en 2/3 voor de leverancier. Want de leverancier had al laten zien dat er een aantal dingen niet in controle waren rondom de planning van het ontwerpproces. En de verhouding is uiteindelijk 100% opdrachtgever. Ik weet niet hoe die discussie verder is afgelopen. Toen ik wegging, was er geloof ik nog geen settlement over de schuldvraag. Ja. Uiteindelijk lijkt het erop of er een soort spel ontstaat over de vertraging tussen Ansaldo Breda en NSFVC. Had u die indruk ook? Ja, het is een strategisch schaakspel. Want het gaat om veel geld. Ja. Dat is ook wat er gebeurt en dat maakt het proces gecompliceerd. Ja. Ook als je als partij betrokken bent bij de inhoudelijke toetsing van contracteisen, ja, heb je ook een planning nodig. En je werkt feitelijk met twee planningen. Dat is een contractuele planning, omdat dat de enige is waar de leverancier over wil praten. Mm-hmm.
En je hebt nog een andere planning nodig, omdat die een reële tijdslijn oplevert ten aanzien van je eigen interactie, je eigen activiteiten die je moet doen. Want je moet ook je eigen werk een half tot een jaar vooruit kunnen plannen, om de juiste mensen te kunnen betrekken of te kunnen inhuren om bij het contractmanagement de werkzaamheden te doen die vereist zijn. Ja. Dus u omschrijft het als een strategisch schaakspel. In de tijd dat u er was, wie had het toen gewonnen? Ik geloof niet dat wij dachten in termen van winnaars of verliezers. En volgens mij zijn er nooit winnaars bij dit soort zaken. Nee, maar er werd wel geschaakt. In hoeverre is die vertraging ook te wijten aan NSFNC of NMBS, de andere opdrachtgever? Ik weet niet of je daar een bedrag of een aantal maanden aan kunt hangen. Het maakt het er niet makkelijker op dat er twee verschillende spoorwegmaatschappijen waren, die over bepaalde zaken het eerst eens moesten worden voordat er een besluit genomen kon worden. Dus dat had natuurlijk wel eens invloed. Het vereist ook extra tijd, extra afstemming. Maar was het ook zo dat af en toe NSFNC of NMBS te laat kwamen met besluiten? Te laat knopen doorhakten? Moet ik dan daaraan denken? Dat zou goed mogelijk zijn, zeker bij complexe vraagstukken. Maar die schieten mij op dit moment niet te binnen. Ik weet wel dat het eerste jaar was ingewikkeld vanwege het design van de binnenkant van de trein. En dat is ook een riskant moment in een project. Als dat te lang duurt, dan vertaalt dat één op één door in de planning. Maar de binnenkant, was er dan nog onduidelijkheid over? Interieurzaken en dergelijke, de stoelkeuzes, dat soort zaken. Daar is het eerste jaar nog veel over gesproken en gesteggeld. Ja, nou, gesteggeld, in zo'n designtraject worden mock-ups gemaakt. Ook hier zijn vier verschillende mock-ups gebouwd. En die mock-ups voldoen dan net niet aan de kwaliteitseisen die je daarvan mag verwachten. Dus daar vinden ook een aantal iteratiestappen plaats. En alles bij elkaar kost dat tijd. Ja. En kost dat ook weer besluitvormingstijd. En het is moeilijk om te zeggen wie daar dan specifiek voor verantwoordelijk is. Ook Ansaldo had daar natuurlijk een rol in. Ja, maar dat is wel gebruikelijk dat die mock-ups vooral over de binnenkant, dat zeg maar kwesties van maken, aanpassen, maken. Ja, dat is een gebruikelijk proces. Ja. Oké, dan gaan we naar het volgende onderwerp, het karakter van de koopovereenkomst. NS Financial Services had een zogeheten turnkey overeenkomst gesloten met Ansaldo Breda. Kunt u uitleggen wat turnkey in dit geval betekent? Nou, ik bestempel het als een koopcontract. Ja. Ik weet niet of turnkey dan de juiste benaming is. Het zou best kunnen zijn dat toch weer een andere nuance geeft. Maar het begrip koopcontract was ook voor ons nieuw, in de zin dat we een trein hadden gekocht waar de verantwoordelijkheid van ontwerp, bouw, aflevering, inbedrijfstelling, toelating ook volledig bij de leverancier lag. En ook de bewijslast. Dus ook de leverancier moest aantonen dat ze aan de specificaties voldoende. En niet omgekeerd, dat wij dat moesten gaan onderzoeken. Om dan vast te stellen dat het niet zo is. Nee, de leverancier moet per stap aangeven dat hij regel voor regel blijft voldoen. De verantwoordelijkheid ligt bij de leverancier. Volledig, want u zegt, voor ons was dat nieuw. Hoe ging dat dan vroeger? Daar zat meer een stuk co-makership in. Met name treinen die in de 90 jaren werden ontworpen. Daar werd een hoofdcontractant werd aangewezen door Nederlandse Spoorwegen. Maar wij hadden ook contracten met andere partijen die onderdelen leverden voor de trein. Maar wat is dan precies het verschil tussen de verantwoordelijkheid bij de leverancier en co-makership? Je bent verantwoordelijk voor alle interfaces. Want je versluit verschillende contracten met verschillende leveranciers. Dus we ons toch even moeten helpen, want interfaces, co-makership, we proberen ook inderdaad voor de niet mock-ups. Bijvoorbeeld een mock-up, hadden we het net over, dat is dat houten model waarmee je een beetje kan zien hoe die trein er van binnen en buiten uit kan zien. Ja. Iteratie is gewoon opnieuw elke keer kleine foutjes herstellen en het steeds beter maken. Co-makership en wat betekent dat dan precies? Dat je samen met de leverancier een deel van het conceptontwerp van de trein doet. En het conceptontwerp is van hoe ziet die trein eruit? Ja. Welke systemen zitten erin? Hoe moeten ze met elkaar communiceren? Maar zit de verantwoordelijkheid dan ook bij de koper, zeg maar? Die zit voor een deel ook bij de koper. Ja. Totdat duidelijk is hoe die trein eruit gaat zien. Ja. En dan wordt die geproduceerd. Ja. En dat is het stuk wat je volledig bij de leverancier hebt liggen. Dus zoals men het vroeger deed, was het veel meer in samenwerking tot zeg maar het ontwerp.
En dan het afbouwen, dat ging dan wel naar de leverancier. En nu, het contract nu, zeg maar dat turnkey contract nu, is het zowel van ontwerp tot het bouwen, de verantwoordelijkheid geheel bij de leverancier. Ja, theoretisch zou het zo moeten zijn dat je geen contractbewaking hoeft te doen. Ja. Er is wel interactie nodig met een leverancier voor specifieke keuzes in het contract. Mm-hmm. Maar je zou kunnen zeggen van tot ziens bij de eerste trein die u aflevert. En dan draaien we de sleutel op, dat is de turnkey en dan gaat die doen. Ja, dat is dan de extreme vorm. Ja. Maar heel extreem betekent turnkey. Ik koop wat, ik draai de sleutel om en het ding gaat rijden. Ja. Alle verantwoordelijkheid bij de leverancier. Maar goed, dat was zo extreem moeten we het dus niet begrijpen, dit Klopt. Contract. Klopt, ja, er zit een mix in. Ja. Ja. Ja, want we hebben ook kwaliteitsinspecteurs. Die hadden we vanochtend, meneer Jonkers, die daar ook over vertelde. Daar waren ook afspraken over. En in hoeverre had Ansaldo Breda nu ervaring met turnkey-overeenkomsten? Ze deden contracten in Amerika, die ongetwijfeld turnkey waren. Ja. Maar dat is op basis van veronderstelling. Omdat volgens mij de Amerikanen volgens dat soort contracten werken. Mm-hmm. Maar dat waren wel redelijk standaard off-the-shelf projecten. Metro's en dergelijke. Is dan turnkey makkelijker bij een trein van de plank? Die kopen, heeft dat nog iets met elkaar te maken? Stel, je hebt een trein die je gewoon van de plank koopt. Is het dan makkelijker om een turnkey overeenkomst af te sluiten dan bij een volledig nieuwe Als het trein? Ontwerp vaststaat, is het makkelijker om een turnkey overeenkomst af te sluiten. Ja. Zeker in deze business. Dus, maar we hebben net vastgesteld te maken met een nieuwe trein, die opnieuw ontworpen moest worden. Mm-hmm. Voor zowel de NS-kant of NSFC, ook met een nieuwe contractvorm. Bij een nieuwe trein en u weet niet zeker of Ansaldo Breda al veel ervaring had met turnkey-projecten op zo'n nieuwe trein. Nou, de vraag zou zijn, zouden ze die ervaring hebben met Italiaanse spoorwegen bijvoorbeeld? Ja. Wat voor hun een belangrijke opdrachtgever was. En de signalen die ik kreeg van onder andere projectmanagement was dat het niet het geval was. Ja, bij de Italiaanse spoorwegen werkten ze zoals dat vroeger ging, samen ontwerpen, et cetera. Ansaldo Breda was gewend dus om in nauwe samenwerking met de opdrachtgever een trein te bouwen. En waarom was die nauwe samenwerking dan in dit project niet? Omdat er een andere keuze was gemaakt ten aanzien van de contractvorm. En dat moet je ook, denk ik, in een ontwikkelingsperspectief plaatsen. De Nederlandse spoorwegen die wil zich op zijn primaire processen richten. Ja. En daar behoort het bouwen, ontwerpen of het begeleiden daarvan niet in thuis. Dus die transitiefase die is zeg maar eind 90 jaren ingezet en die is de afgelopen 10 jaar ook doorgegaan. En dat is ook nooit opgehouden, denk ik. Nee. Die transitiefase dat je dus echt als bedrijf concentreert op je core business. Ja. En alles wat daar niet op lijkt afstoten en verantwoordelijkheden elders beleggen. En dan via contractmanagement zeg maar die lijnen aantrekken. Ja. Ja. En dat heeft dan ook consequenties voor je eigen organisatie. Ja. Je ziet dan ook een transitie in je eigen organisatie ten aanzien van specifieke kennis, competenties. Want die verandert daarmee. Meer contract gestuurd, minder op de inhoud. Ja. Dus voor de NS was dit ook een redelijk nieuwe vorm van werken? Laten we zeggen, voor Netrain Consulting, Lloyds nu, was het een nieuwe manier van werken. Ja. En dit is een turnkey overeenkomst. Hoe ging Ansaldo Breda nou om met de invulling van het opdrachtgeverschap door NS Financial Services? Dus we hebben deze werkafspraak, jullie zijn verantwoordelijk. Hoe ging Ansaldo Breda daarmee om? Ik denk dat, kan ik wel zeggen, dat het een aftastende fase is geweest. Met name op het moment dat de projectorganisatie veranderde. Ja. Bij Ansaldo Breda moest er natuurlijk ook een nieuwe projectorganisatie ingericht worden toen een contract werd afgesloten. En dat heeft denk ik ook wel een half jaar geduurd voor Ansaldo Breda zelf en de projectmanager om scherp te krijgen wat hij nou wel en wat hij niet kon verwachten van NS Financial Services en het team van de heer De Leeuw. Dat waren ook daar waren best lange discussies tijdens projectmanagementbespreking om te kijken en erachter komen wat het wel is en wat het niet is en hoe je met elkaar omgaat. Maar heeft die discussie op een gegeven moment bevredigend beëindigd of heeft die gewoon het hele project doorgelopen? Van wat je nou wel of niet van elkaar kon verwachten en vragen? Op een gegeven moment vind je een bepaalde modus operandi, een manier van werken met elkaar. En dat is denk ik ook wat er gebeurd is. Dus het eerste half jaar was sterk aftasten. En in de loop van 2005 heb je zeg maar nieuwe ingesleten relatie en werkrelaties. Hoe je met elkaar omgaat. Hmm. En dat geldt ook voor deze specifieke uitvoering van een koopcontract. Dan krijg je
als opdrachtgever bepaalde vragen niet meer. Want dan weet Ansaldo Breda van tevoren van ja, die vragen hoeven we niet te stellen, want die moeten we zelf beantwoorden, want die valt binnen ons verantwoordelijkheidsgebied. En daar is een bepaalde fase en een bepaalde tijd voor nodig. Dus uiteindelijk, het moest eerst even uitgevogeld worden van wat het nou precies betekende voor de samenwerking. Ansaldo Breda was gewend om iets meer input te krijgen. Maar er is uiteindelijk toch wel duidelijkheid gekomen over wat Ansaldo Breda wel of niet kon vragen aan input. Ja. Dat was minder dan dat ze gewend waren. Wat minder dan ze gewend waren, wat zij aangraven via hun contracten bij de Italiaanse spoorwegen. Ansaldo Breda is dus uiteindelijk wel akkoord gegaan met die turnkey overeenkomst. Ook al was dat voor hen ook redelijk nieuw, zegt u? Het was als overeenkomsttype niet nieuw. Nee. Maar wellicht wel voor deze type ontwikkeling voor een Europese spoorwegmaatschappij. Ja. Wat had NS Financial Services nou anders moeten of kunnen doen tijdens het bouwproces? Wat bedoelt u daarmee? Nou ja, we weten uiteindelijk hoe het is afgelopen. En we hebben ook net, ik weet niet, heeft u het verhoor van de heer Jonkers gehoord? Nee, ik was onderweg. Okay. Ik was druk met reizen. Dus... Nou ja, ik stel me gewoon zo, had NS Financial Services zich iets meer kunnen bemoeien met het bouwproces op de werkvloer in de fabriek, met de ontwikkelingen? Ik denk dat dat moeilijk is, gegeven het contract wat er ligt. Want wat we ten alle tijde hebben willen vermijden, is invloed nemen op processen bij de leverancier. Want dan word je verantwoordelijk gesteld. Want dan krijg je hem via de achterdeur weer terug. En daar zat een bepaalde spanning op. Van dat moeten we niet willen, dat moeten we niet doen. Maar is dat niet dan te veel met begeleiding? Je kunt toch ook wel een aantal vragen stellen. Ik bedoel, begeleiding, ondersteuning. Zou dan gelijk zeg maar, de aansprakelijkheid in het contract dan verplaatsen naar NSFSC als ze zich iets meer vragen hadden beantwoord bijvoorbeeld? Ja, de vraag is of dat iets dan het verschil maakt. Dat kan ik ook overigens niet beoordelen. Maar als je ergens niet meer één bent in het productieproces en je wilt dat het anders gaat, ga je op andermans stoel zitten. En dat wilden we niet. Maar we hebben wel zo'n hele toezichtconstructie. Vanochtend heeft de heer Jonkers uitgelegd hoe dat dan gaat. Hè? Dus Ansaldo Breda heeft een ding klaar en dan mogen de kwaliteitsinspecteurs. Ja. Hoe past dat dan in het plaatje ook van die strikte verantwoordelijkheidsverdeling? Nou, dat hebben we ook omgebogen in die tijd. Vroeger noemden we dat keuringen, want een keuring impliceert ook dat je iets kunt afkeuren. Ja. En in het koopcontract waren het inspecties. En inspecties is dat je iets gaat bekijken en dat je er iets van mag vinden, maar je mag het niet afkeuren. Dus als de heer Jonkers iets zag wat niet goed was, dan kon hij het niet afkeuren? Nou, dat zou u aan de mensen van de kwaliteitsorganisatie moeten vragen. Maar de discussies die wij gevoerd hebben, die waren erop gericht dat wij niet zouden mogen afkeuren. Althans niet op de werkvloer. Maar dat eventuele afkeur zou plaatsvinden op een ander niveau. De vraag is ook natuurlijk op welk niveau in de projectorganisatie leg je die verantwoordelijkheid neer dat je iets niet goed vindt. En daarvan ook de consequenties dan gaat accepteren. Maar dus dat is eigenlijk turnkey. Je mag pas dingen afkeuren als die trein niet rijdt. Sorry? Je mag pas dingen afkeuren heel laat in het proces, zeg maar. Als bij wijze van spreken de trein niet rijdt, dan pas mag je hem afkeuren. Is dat dan eigenlijk de betekenis van turnkey? Nee, dat is niet de betekenis. Je kunt ook in een eerdere fase al zaken afkeuren als je het er niet mee eens bent. Als je vindt dat het niet volgens de specificaties is of niet volgens de standaard bouwmethoden, die soms ook subjectief kunnen zijn. Ja. En we hebben voor sommige zaken ook wel een second opinion gevraagd, omdat we er met elkaar niet uitkwamen. En dan probeer je op basis van zo'n proces tot een oplossing te komen. Maar probeer even goed te begrijpen wat u nou net zei. U zei dat we hebben het aangepast. Vroeger kon je keuren en dus ook afkeuren. En nu mag je alleen maar controleren. Mocht er daar dus niet afgekeurd worden tijdens het controleren? Ik denk dat ik zal even spreken voor de ontwerpfase, want daar speelt soortgelijk iets een rol. Daar kun je ook oplossingen afkeuren, omdat je ze niet goed vindt. Dat mag wel, volgens dit contract. Nee, maar even de parallel trekken. Ja. Bouwen, fysiek, dingen niet goed en dat andere is het ontwerpproces. Als je vindt dat iets niet goed is, dan gaat het proces niet, of dan gaat het gesprek niet zozeer van ik keur het af, maar je probeert hem om te draaien. Je probeert bij de leverancier de aantoonplicht neer te leggen waarom het volgens de specificaties is of waarom het volgens bepaalde gangbare werkmethoden is. Dus uiteindelijk moet je de leverancier overtuigen dat hij het anders moet doen volgens deze contractvorm, omdat de verantwoordelijkheid bij hem ligt. Er zit een overlegvorm in die maakt het proces ingewikkelder dan wanneer je zegt ik keur het af en iets mag niet verder.
Turnkey klopt. Maakt het eigenlijk dus het samenwerken ingewikkelder. Ja, in die zin maakt het ingewikkelder. Maar dat heeft alles te maken dus met die rol, die verantwoordelijkheid die je wel of niet wilt nemen als opdrachtgever. Ja. Want formeel gesproken heb je geen verstand van wat er gebeurt. Mm-hmm. Op een aantal terreinen wel. Maar de specifieke kennis voor het ontwerpen en bouwen van treinen zat niet bij de projectorganisatie. Dat is echt een specifieke deskundigheid van een leverancier. Maar als je dat lijntje zou overtreden, zeg maar, en je zou toch in die verantwoordelijkheid trekken, dan was het Lawyer's Paradise geweest. Dan had misschien Anzaldo Brede kunnen zeggen, ja, maar jullie hebben ermee bemoeid. Het is niet jullie bordje. Dat kan. En ik heb bij een andere leverancier wel meegemaakt dat ik een telefoontje kreeg dat de productie stil lag. Noem het wat, 50.000 euro per dag, omdat iemand iets had afgekeurd. Dat soort dingen gebeurt dan. Ja. En toch vinden we dit een hele verstandige manier van contracten sluiten. Nou, het koopcontract heeft niet alleen de kant die we nu bespreken, maar ook die andere kant. Ja. Namelijk de verantwoordelijkheid daar neerleggen waar die hoort. Okay. Ja, dat heeft ook te maken met de tijdgeest, waar we het ook net over hadden. Precies, ja. Had een andere vorm van koopovereenkomst nou tot een betere trein of snellere levering kunnen leiden, denkt u? Wat bedoelt u? Nou, als we het op de ouderwetse manier hadden gedaan. Had dat dan tot een betere of snellere trein kunnen leiden? Ik denk het niet. Nee? Nee. Ook al omdat ik aangaf dat die transitiefase was ingezet. En die zit niet alleen in het papier van het contract, maar die zit ook in de onderliggende organisatie. Ja. Dus de NS had het ook helemaal niet meer op die ouderwetse manier, of tenminste die manier van vroeger kunnen doen. Dat klopt. Ja, ja. Dat klopt. Ja, dat is ook passé, nu zeker. Ja. Maar ja. Die ontwikkeling was toen al, die was toen al ingezet. Werkspoor komt nooit meer terug. Sorry, wat bedoelt u? Werkspoor, zoals dat vroeger deden. De manier van werken zijn eigen... met Werkspoor. Werkspoor was wel een eigen bedrijf, maar dat was inderdaad zware samenwerking. Ja, ja. Ik geef het woord aan mevrouw Bergkamp. Ja, toch nog één vraag die me bezighoudt. Zit je niet op een gegeven moment in een spagaat? Want je ziet een fabrikant, Anzaldo Breda, die eigenlijk aangeeft of toont dat extra begeleiding wel handig en wenselijk is. Maar ja, aan de andere kant heb je ook een contract dat zegt, houd afstand. Mm-hmm. Nou, ze hebben niet gezegd van kom ons extra begeleiden. Maar ze zeiden dat ze het wel ingewikkeld vonden om alles via het contract en via de projectmanagementtafel te regelen. Dus wat zij fijn vonden was dat er op engineeringniveau met zeg maar tussen techneuten veel meer onderling afgesproken en besloten werd. En dat is inderdaad een andere manier van werken, maar die vereist ook die engineers met die kennis bij de opdrachtgevende partij. En heeft u ook al zodanig gewerkt? Met andere woorden, we hebben het net gehad over een contract wat uitgaat van een fabrikant verantwoordelijk voor het ontwerpen, voor het bouwen. Maar aan de andere kant zegt u ook van ja, was het toch wel fijn om uw kennis in te zetten bij het ontwerp. Het is natuurlijk dat is niet echt afstand houden. Het is natuurlijk ook wel gebeurd onder strikte condities. We hebben natuurlijk ook wel eens gekeken van wat zou nu een handige oplossing zijn. En daar samen met projectmanagement, maar dus niet met techneuten onderling. Maar in die combinatie naar een oplossing toe te werken. Dat is natuurlijk ook al gebeurd voor specifieke terreinen waar conflicten lagen en waar we niet goed uitkwamen. Of waar dan een perverse constructie uit zou voortvloeien. Waar dus niemand baat had. Dus ondanks het contract dacht u dan van nou, dit is nodig, we gaan in kijken. In samenspraak met de algemeen projectmanager. En dus ook in samenspraak met projectmanagement van Anzaldo Breda. U zei net ook iets anders wat interessant is. Het bedrijf zit in een soort transitie. U zegt ook, je moet ook kijken naar de tijdsgeest. Hè, dat NS moet zich wat meer richten op primair proces. En wat meer dingen afstoten. Maar dat deed ook wat met de organisatie. U zei van iets meer nadruk op het contractuele en wat minder op het inhoudelijke. Mm-hmm. En dat zou ook impact hebben gehad op de medewerkers en de competenties van de medewerkers. Zou u dat iets meer voor ons kunnen kleuren? Ja. Wat u daarmee bedoelde? In de 90er jaren zaten de mensen van wat nu Lloyd's is heel diep in de projecten, ook in de techniek. En er waren ook heel veel projecten om die kennis zeg maar continu te voeden. Want je voedt ook nieuwe generaties op, want daar is ook een doorstroming. En je hebt dat soort projecten nodig om die specifieke deskundigheid te behouden. Op een gegeven moment werd het aantal projecten minder. Ik denk dat we begin 2000 twee grote projecten hadden. Dat was het V250-project en het SLT-project, de Sprint en Light Train. En beiden die zouden over een andere weg worden aangevlogen, volgens koopcontract.
Maar ook doordat de spoeding dunner aan het worden was, was natuurlijk ook de kennis van de inhoudelijke kant van de techniek en het ontwerpen van de treinen langzaam aan het verdwijnen. En dat, dat zijn twee kanten van dezelfde medaille die elkaar dan versterken. En wat kwam daarvoor terug? Dus laat ik zeggen, de technische kennis verdween wat. En dan heb je het denk ik over ingenieurs. Nou ja, daar komt consultancykennis voor terug. Wat, zeg maar, wat hoogwaardige kennis in het advieswerk. En ook meer op de generieke zaken van het contract. Bijvoorbeeld, wij hebben een methode toegepast van riskmanagement, waarbij je een afweging maakt tussen wat wil je inhoudelijk weten binnen het ontwerpproces en waar zitten de grote risico's. En op basis daarvan maak je keuzes. Dus je zit over een andere as, zit je beïnvloeding te zoeken dan over de inhoudsas en die van zeg maar de tekening, de constructies en de techneuten onderling. Ja, dus even samengevat, u zegt er is een verschuiving gekomen van, laat ik zeggen, meer de inhoud, het technische, naar meer de consultancy, het contractmanagement. Ja. En zo vlieg je dan ook projecten anders aan, hè, vanuit die invalshoek. Ja. Zo worden ze nu ook aangevlogen met de huidige projecten bij NS. Ja. Geef het woord weer aan mevrouw Vos. Ja. Maar even voor ons begrip, bij Nettrain, daar waar de treinen worden onderhouden, daar zitten toch echt wel mensen die verstand hebben van hoe je een trein in elkaar moet schroeven, toch? Daar zit specifieke kennis, inderdaad, maar die staat ook bijna altijd ten dienste van de instandhouding. Instandhouding van de trein? Ja. Maar niet het bouwen van de trein? Dus niet het specifiek bouwen van de trein, maar wel het onderhouden van de trein. Ja. En soms ook het modificeren van treinen, want wij willen gedurende de levensloop van de trein, en een trein gaat zo'n 30 tot 40 jaar mee, komen er wijzigingen langs. Ja. En daar moet je ook wat mee, daar moet je deskundigheid voor in huis hebben. Zogeheten retrofits kunnen daar ook worden uitgevoerd? Ja, dat klopt. Maar bij retrofits heb je toch ook altijd wel een partij nodig die verantwoordelijkheid neemt voor het systeem, voor het totale functioneren van de trein. Kom je toch vaak ook bij externe bedrijven terecht. Ja. Of bij bij het revisiebedrijf van de Nederlandse Spoorwegen. Goed, zijn inmiddels dus veel meer organisaties betrokken bij wat vroeger alleen de NS deed. Dat is het plaatje nu. Het plaatje is complexer geworden. Ja. Alhoewel vroeger natuurlijk ook alles uiteindelijk extern gebouwd werd. Ja. Nog even retrofit, want dat komt ook later wel weer terug. Dat is als een trein helemaal opnieuw wordt ingericht, vormgegeven en ook. Nee, bij mijn definitie van retrofit is dat er later nog iets ingebouwd wordt. Bijvoorbeeld een nieuw remsysteem of een nieuw beveiligingssysteem. Ja, dus ja. Als je bijvoorbeeld ERTMS, dat beveiligingssysteem, in een oude trein wil inbouwen, dat heet dan ook retrofit. Dat zou je retrofitschap ombouw kunnen noemen. Ja, ja. Ja. U stopte eind 2006 met dit project. Ja. En op dat moment waren de final design reviews af. Heeft u net ook wat over gezegd. Ja. Betekent dit dan dat het ontwerp van de Vira voldeed aan alle specificaties die in het koopovereenkomst stonden? Tijdens de final design review leg je vast op welke punten die voldoet en op welke punten die niet voldoet. Mm-hmm. Dus dan kan die ook niet voldoen aan aantal punten? Klopt, er blijven ook open punten. Mm-hmm. Het is haast onvermijdelijk. Ja. Het zou zelfs zo zijn als we zouden eisen dat je pas door mag naar de volgende stap in het proces bouwen. Dat er geen enkel open punt mag zijn, dan wordt het heel erg ingewikkeld. Dus je accepteert. Dan kan eigenlijk geen enkel trein door. Daar komt het dan ongeveer op neer. En wat voor punten stonden dan nog open ten tijde van die final design review? Vaak zijn dat punten die niet bepalend zijn voor het ontwerp van de trein. In ruimere zin de interactie tussen de verschillende systemen waar je later veel last van krijgt. Dat zit er allemaal niet in. Dat zijn vaak zaken waar nog een stukje extra onderbouwing voor nodig is. Mm-hmm. Of waar op heel lokaal niveau een keuze gemaakt moet worden die niet van invloed is op de rest van de trein. Maar die je pas kan weten als die trein op een gegeven moment verder gebouwd gaat worden? Nee, meestal is het een kwestie van tijd ook. Van het is op dat moment nog net niet af. Ja. Of wij als contractbewaker waren niet tevreden met de bewijslast en er moest een ander document geschreven worden. Of een iets diepgaandere analyse. Dat soort punten zitten er ook tussen. En hoe beoordeelt u nou uiteindelijk het ontwerp van de Vira? Wat bedoelt u daarmee? Nou, zat die goed in elkaar? Kan Ansaldo Breda? Was het ontwerp gewoon goed? Ik bedoel, kon Ansaldo Breda, was hij in staat om een goede hoge snelheidstrein te ontwerpen? Je toetst of de leverancier alle contracteisen kan inwilligen. Ja. Dat is op heel globaal niveau. Mm-hmm.
En specifieker kijk je ook op welke manier ze het doen om ook de plausibiliteit en de maakbaarheid daarvan te toetsen. Mm-hmm. En er zijn verschillende niveaus. Die verschillende niveaus hebben we ook gehanteerd. Ja. Er zijn zaken waar we veel vertrouwen in hebben. En als de leverancier zegt ik voldoe aan die eis, dan hebben we geringe bewijslast nodig. Er zijn ook punten geweest waar je tot diep in de berekeningen gaat en analyses om vast te stellen of het inderdaad waar is en of de oplossing deugdelijk is. Voldeed het ontwerp aan die TSI's, die wettelijke eisen? Ja, die trein moest ook aan die TSI's gaan voldoen, anders zou die niet toegelaten kunnen worden. Dus dat was, dat stond voorop, laat ik het zo zeggen. En als u dan een algemeen oordeel kunt geven over dat ontwerp, zoals u op een gegeven moment toen ervan afrolde in 2006? Op het moment dat ik het project verliet, februari 2007 was dat, toen waren de laatste design reviews afgesloten, waren er geen aanwijzingen dat het ontwerp niet tot een consistente trein zou kunnen leiden die zou voldoen aan alle ontwerpeisen. Hoe legde het aan u? Hoe legde u het ontwerp aan uw collega's uit als u hierover sprak? Sorry. Nou ja, bijvoorbeeld, ik neem, als je op dat moment spreekt over, op een gegeven moment heeft u die tekeningen gezien, heeft het ontwerp gezien. Wat waren de woorden die u gebruikte om het aan uw collega's uit te leggen, het ontwerp? Ik denk niet dat het zo in zijn werk gaat. Nee, het kon zijn dat u heel mooi vond of nee, apart. Nee. Degelijk. Er zit een administratieve kant aan. Dus we werken met lijsten, desnoods spreadsheets, waarin alle eisen zijn opgenomen en de wijze waarop Ansaldo Breda heeft aangetoond dat aan het ontwerp wordt voldaan. Ja. En dat is ook een deels je kunt het haast een cijferlijst noemen. Op een gegeven moment rollen daar open punten uit per systeem. En dan kun je natuurlijk kijken van hoe verhoudt zich dat tot het totaal. Je kunt kijken naar risicovolle systemen en hoe daar die verhouding ligt. En het is niet zo dat je dan op een gegeven moment zegt van nou hij is mooi of hij is goed. Hij is acceptabel om door te gaan naar een volgende stap binnen het project. Met een aantal kanttekeningen. En er zijn altijd kanttekeningen als je doorgaat naar een volgende stap. U had op een gegeven moment enige ervaring inmiddels opgedaan met Ansaldo Breda. Want die was natuurlijk voor Nederland een relatief nieuwe treinenbouwer. Was u op dat moment van mening dat Ansaldo Breda in staat was om een hoge snelheidstrein te bouwen? In die periode dat ik erbij betrokken was, ja. En te bouwen daar twijfelde ik niet aan. Nee. Het ontwerp zag er gewoon uit. Hè? Dus had al die lijsten had, was u afgelopen, het ontwerp voldeed. En op dat moment had u vertrouwen in dat het ging komen. Ik, mijn collega's, er waren heel veel mensen bij betrokken. Ook de NMBS was daarbij betrokken. En die waren het daar ook met ons over eens. Ja. Ja. En vervolgens gaat Ansaldo Breda dan die trein bouwen volgens het ontwerp wat u dan gezien heeft. Mm-hmm. En bij die fase was u niet meer betrokken. Dat klopt. En wat waren uw verwachtingen toen op basis van de ervaringen die u toen had met Ansaldo Breda? Hoe ze dan uitvoering zouden geven aan de bouw van die treinen? Wat verwachtte u toen? Nou, bouwproces is een heel ander proces dan een engineeringproces. Ja. Die twee zijn niet met elkaar te vergelijken. Engineering is natuurlijk ook een soort van een productieproces. Mm-hmm. Maar wordt door andere soorten mensen gedaan dan het bouwen. Dus het is heel moeilijk om op basis van het ene conclusies te trekken ten aanzien van het ander. Wat we wel hadden gezien is dat op niveau van kwaliteitsprocessen bij Ansaldo Breda wellicht iets anders mee omgegaan werd. Misschien iets minder sterk vertegenwoordigd, maar dat hoeft op zich geen probleem te zijn bij het bouwproces. De kwaliteitsmensen bij Ansaldo Breda, heeft u het dan over de kwaliteitsmensen die dus betrokken waren bij het engineering of ook bij de rest? Meestal heb je generiek mensen of een kwaliteitsafdeling die verantwoordelijk is voor alle kwaliteitsprocessen binnen een bedrijf. Ja. En of dat nou om inkoop gaat of om contractafsluitingen bouwen, dat valt er allemaal onder. En dat u zei anders, maar kunt u dat iets meer uitleggen? Daar hebben wisselingen plaatsgevonden. Ik herinner mij, maar goed, dat is ook een punt waar de heer Heijsen druk bij betrokken is geweest. Mm-hmm. Ik herinner mij dat het met name in het begin moeizaam was om daar op gelijk niveau te komen. De manier van denken en ook de kwaliteitsprocessen zoals wij ze wilden zien. Ja. En ook qua aantoonplicht, wat onderdeel is van het contract. Het QAAT-deel, appendix 3 misschien, ik weet het niet uit mijn hoofd. Om volgens die richtlijnen te werken, dat was moeilijk in het begin.
Is het niet standaard, zeg maar? Ik bedoel, spreken niet alle ingenieurs en alle mensen die treinen bouwen in Europa dezelfde taal wat dat betreft? Kan daar nog een cultureel verschil in zitten? Niet per definitie, dat heeft niet specifiek met cultuur te maken. Nee. In termen van of een bedrijf in land A of land B staat. Het kan ook met bedrijfscultuur te maken hebben. Met de bedrijfscultuur. Maar goed, dat was hè, over de engineering afdelingen, de mensen die het ontwerp deden, daar zegt u van, daar had ik geen zorgen over? Nee. Wel dat het een moeizaam traject was om de redenen die we al eerder aangaven. Ja, vanwege moest al die erg hard, complexe eisen. Hard gewerkt worden om uiteindelijk tot dat ontwerp te komen. Ja. En u zegt over de kwaliteit, nou dat was een, constateer ik wel, daar zat wat verschil in aanpak. Mm-hmm. Dat is wat u zegt. Met name het procesmatige denken over kwaliteit, wat voor ons belangrijk was. Omdat dat de hoeksteen was van onze contractbewaking. Ja. Ik heb nog één vraag. U heeft zich wel eens wat zorgen gemaakt in die tijd dat u daar werkte. En u had dat ook gerapporteerd aan meneer De Leeuw. Had u nou de indruk dat die stuurgroep die daarboven zat, de stuurgroep V250, dat zij voldoende deden met de zorgen die u uitte? Over de vertraging en dergelijke? Ja, dat is moeilijk te zeggen. Ik zat daar zelf niet in. Nee. Dus ik kon het horen op basis van de terugkoppeling die Richard De Leeuw gaf. Mm-hmm. Want die gaf al terugkoppeling van wat er in stuurgroepen besproken was. En later natuurlijk ook als de verslagen rondgingen. Ik had een aantal punten die ik op de agenda wilde hebben. Maar moest natuurlijk ook concurreren met andere complexe zaken die daar besproken werden. Maar u kunt dan nalezen of de punten die u inbrengt op de agenda komen besproken zijn en wat ermee gebeurt. Was u daar tevreden over? Nou, ik was er één keer niet tevreden over. Daar heb ik Richard De Leeuw op aangesproken. En dat ging over planning. Ging over planning? Ja, dat werd niet besproken of besproken in termen van alles loopt volgens planning. Terwijl wat mij betreft aantoonbaar was dat het niet zo was. Dus u kreeg terug uit de stuurgroep dat men daar dacht dat alles volgens planning ging, terwijl u had gezegd alles gaat niet volgens planning. In het verslag stond dat het volgens planning liep. Ja. Wat er gezegd is, dat weet ik dan natuurlijk niet. Ik mag aannemen dat het een correcte weergave was. Mm-hmm. En daar heb ik wel iets van gezegd. Ja. Dank u wel. Ik geef het woord aan mevrouw Bergkamp. Wanneer was dat precies? Dat u zorgen kenbaar maakte? Ik denk dat het moment was dat er nog geen formeel standpunt van Ansaldo Breda was over vertraging. Maar wij vonden dat het aantoonbaar tussen de 4 en de 6 maanden was. En we vonden dat gesprek gevoerd moest worden op stuurgroepniveau. Dus dat zal zijn geweest voorjaar 2005. Oké. En wij hebben ook natuurlijk de rapportages gelezen en toch blijkt in sommige rapportages dat u toch ook wel zorgen had, even los van de planning, maar ook wel zorgen over of mensen van Ansaldo Breda wel verantwoordelijkheid namen. Mm-hmm. Of de medewerkers van Ansaldo Breda een aantal wel geschikt waren. Mm-hmm. Was dat nou een breder beeld of was dat een soort momentopname dat u zich zorgen maakte? Ik denk ik weet niet of dat door alle rapportages heen te lezen is. We hadden op een aantal momenten wel zorgen over de bezetting. Eén iemand was van kwaliteit, dus projectkwaliteitsman bij Ansaldo Breda. En ik kan me voorstellen, maar dit is wel heel specifiek, dat in die aanloopfase het wel moeilijk was om de gesprekken te voeren met de technische mensen van Ansaldo Breda, als die gewend waren, om zeg maar, de manier zaken te doen zoals met de Italiaanse spoorwegen, waarbij je gezellig met elkaar tot een afgewogen besluit komt. Waarbij onze mensen steeds zeiden van nee, jullie zijn verantwoordelijk, jullie moeten het besluit nemen en wij willen achteraf horen hoe je tot het besluit bent gekomen. En dat zijn principieel verschillende benaderingswijzen en daar hadden sommige mensen moeite mee. Maar was dat nou een momentopname, want dat was mijn vraag, of speelde dat eigenlijk in de periode dat u werkzaam was, in die 2 jaar? Ik denk dat het een momentopname is, maar aan de andere kant, er treedt ook gewenning op en op een gegeven moment zie je dingen wellicht niet. In die 2 jaar, je went eraan. Het lijkt me best een korte periode. Het is een relatief korte periode, maar er is ontzettend veel gebeurd in die 2,5 jaar. Ja. Maar u zegt, in ieder geval in de aanloopfase waren er wel zorgen over de planning en over de bezetting. En wellicht wen je daar op een gegeven moment misschien wel aan. Nee, wat ik ermee bedoel te zeggen is van terugkerende dingen, die leiden soms ook tot een bepaalde acceptatie. Even los van de vraag of dat goed of fout is. En dan ga je je aandacht op andere dingen richten of op een andere manier proberen je doel te bereiken. Ja.
Toen de Vira uiteindelijk werd ingezet, de traject december, de periode december 2012 van Amsterdam-Brussel. Toen bleken er best wel wat technische problemen te zijn en uiteindelijk is de Vira ook uit de dienst gehaald. Mm-hmm. U was niet meer betrokken bij het project, maar was u er verbaasd over dat dat gebeurde? Ja, ik was daar wel verbaasd over. Ik vond het ook jammer. Jammer? Dat zelfs na zo'n lange periode er nog steeds dingen opduiken die niet goed zijn. En waarom een verbaasd? Verbaasd. Dat is het eerste wat in me opkwam. Is het dan nog niet opgelost in die trant? Er is keihard aan gewerkt door allerlei partijen. Niet in de laatste plaats natuurlijk Ansaldo Breda, maar ook door NS en de NMBS. En dan blijken er toch nog issues in treinen te zitten. Dus in die zin was ik verbaasd, ja. Ja, u had het dus niet verwacht. U dacht wel van nee. God dat het nog niet is opgelost. Ja, en ook in de term van jammer dat het nog niet is opgelost. Ja. We willen die treinen graag zien rijden. Ja. En is het nou zo dat in die voorcommerciële testfase, dus voordat je zeg maar van start gaat met de commerciële dienst, dat normaal gesproken de meeste problemen zijn opgelost? Of kom je daar eigenlijk pas achter op het moment dat je met de trein echt gaat rijden in de commerciële dienst? Ik denk dat het een mengeling is. Er zijn zaken die tijdens het testbedrijf naar voren komen. Er zijn zaken die naar voren komen als je er gewoon mee rijdt, omdat dan bepaalde functionaliteiten niet werken. Maar er zijn ook zaken die zo afhankelijk zijn van de specifieke context. En dan zouden we bijvoorbeeld over winterproblemen kunnen denken. Die kom je alleen maar achter als die context zich voordoet. En als die context zich niet voordoet, dan is er geen probleem. Dan zie je ze ook niet. Dan openbaren ze zich niet. Heeft u ook het rapport uiteindelijk gelezen waar de heer Jonkers had het vanochtend over, een rapport van Netrain, die een analyse eigenlijk had gemaakt, een opsomming van alle openstaande punten? Nee, dat heb ik heeft niet gelezen. Heeft u geen kennis nee, van? Nee, ik zat in een hele andere tak van sport op dat moment. Instandhouden van treinen en niet aan de ontwerpkant. Nou, u zegt van, er zijn een aantal dingen waar je pas achterkomt op het moment dat je gaat rijden met de trein. Bijvoorbeeld als het gaat over sneeuwomstandigheden. We hebben ook gehoord dat iedere trein te maken krijgt met opstartproblemen, kinderziekten. Ja. Maar wanneer weet je nu dat het meer is, dat het probleem groter is dan alleen opstartproblemen en kinderziekten? Daar zijn, het klinkt wat flauw, statistieken van. Dus je kunt zeg maar op het moment dat je een trein gaat inzetten, maar dan moet je hem wel goed aan de tand voelen, heb je wel een aardig beeld bij het percentage van verstoringen en hoe dat verloopt in de tijd, of dat gewoon of ongewoon is. En als u dat vertaalt op de Vira? Wat het moeilijke met de Vira is dat er dat het relatief weinig treinen zijn. En dat ze ook niet zomaar overal ingezet konden worden, want ze waren bedoeld voor de hoge snelheidslijn. En ja, wat je eigenlijk wil doen is een trein op het moment dat hij mag rijden zoveel mogelijk aan de tand gaan voelen. En dat was binnen dit programma denk ik, maar dan benader ik het zeg maar in mijn rol dat ik vanaf de zijlijn keek, een stuk complexer. En als u het heeft over dat het relatief weinig treinen zijn, zegt u dan dat het eigenlijk een soort prototypes nog zijn? Dus dat je dan kan verwachten dat daar meer grotere problemen spelen? Nou, ik denk dat de meeste bouwseries van de Nederlandse spoorwegen klein zijn. Elk nieuw treintype, dat is een voorserie bij wijze van spreken, met alles wat erbij hoort, ook qua kinderziektes. En deze was dan bijzonder vanwege alle specificaties, het specifieke inzetgebied en het relatief kleine aantal, want het is hier natuurlijk nog kleiner. Ja. Had je dan misschien, omdat het gaat om relatief weinig treinen, alle treinen afzonderlijk moeten keuren? Als het gaat over bijvoorbeeld het geven van een certificaat vanuit... Dat weet ik niet, daar zou ik me niet over durven uitlaten. Okay. Nee. Uiteindelijk blijkt uit onderzoek dat er een aantal problemen zijn en dat die wellicht ook opgelost kunnen worden. Mm-hmm. Mijn collega vroeg al naar wat een retrofit is. Maar dat zou 17, 22 maanden kosten om de trein geschikt te maken, de hele vloot, om ermee te kunnen rijden. Als u dat zo hoort, is dat dan veel, 17 à 22 maanden, om de treinen aan te passen zodat ze weer kunnen rijden? Of zegt u, nou, dat is wel, dat is geen kinderziekte meer? Even kijken, u vraagt of het veel is. Ik vind 17 tot 22 maanden niet veel. Om een trein, om een trein geschikt te maken. Kijk, er zijn problemen die kun je heel snel verhelpen. En er zijn problemen, daar heb je leveranciers bij nodig.
En daar zitten ook weer inkooptrajecten aan vast. Als wij een wijziging, ik spreek even vanuit mijn huidige rol, een wijziging op een trein willen doen, dan is dat een traject wat soms 1 à 1,5 jaar doet voor één kleine wijziging. Zeker als het ook nog eens toelatingsrelevant is. En ook retrofits zijn toelatingsrelevant. Dus het hele proces haal je over je heen. Van engineering tot en met het dossier, certificering en het daadwerkelijk aanbrengen. Maar we hebben het hier over een trein die gecertificeerd is, toegelaten, getest. Ja. Vervolgens wordt die vrij snel uit de dienst gehaald. Mm-hmm. En blijkt dat de trein misschien wel te fixen is, te herstellen is, maar dat het zo'n 17 à 20, 22 maanden duurt. Ja. En u zegt dat is eigenlijk, ja, daar zou, durft u niet het oordeel aan te hangen van dat dat veel is of weinig. Zeg, dat hangt ervan af wat er gewijzigd moet worden. Nou, als die wijzigingen in die verschillende categorieën vallen, van eenvoudig tot wat complexer, is dat de doorlooptijd. Ja. Want u schrikt daar niet van, begrijp ik? Ik schrik daar niet van. Het is niet iets wat je in 3 maanden oplost. Dat komt ook omdat elke wijziging opnieuw op al zijn merites beoordeeld moet worden. Als een wijziging waarvan je denkt dat het een verbetering is, moet ook in de complete context van de certificering van de trein en alle andere systemen opnieuw bekeken worden. Maar uw collega's controleren het ontwerp en de bouw. Hoe kan het dan dat zo laat, de trein wordt uit de dienst gehaald, er vindt een onderzoek plaats, dat er dan nog wordt gezegd, nou, de trein kan gerepareerd worden, maar dat kost 17 à 22 maanden. Mm-hmm. Betekent dat dat je dat dan niet eerder in het proces had moeten oplossen? Als je ze tegenkomt eerder in het proces wel. Maar wij controleren niet alle punten van de trein. Dat is ook schier onmogelijk. U baseert zich echt op het ontwerp, hè? Ook in het ontwerp kunnen fouten zijn die wij er niet uithalen. Ja. Sterker nog, ik denk dat het is een dermate complex geheel. Er zitten altijd wel fouten in een ontwerp die zelfs ook de leverancier niet weet en waar je pas in een later stadium achterkomt. Ja. Dat is eigen aan dit soort complexe ontwerptrajecten. Nou, uw collega, de heer Jonkers, gaf aan dat hij in die periode als kwaliteitsinspecteur heel veel dingen heeft gesignaleerd, heel veel openstaande punten. Mm-hmm. En dat dat ook grotendeels ook de punten waren die uiteindelijk bleken als probleem, zeg maar, toen er analyse werd gemaakt, toen de trein uit de dienst was gehaald. Bent u daar verbaasd dan over? Ik hoor het voor het eerst. En dan kan ik alleen maar zeggen dat dat jammer is, dat dat niet eerder zou zijn opgepakt. Ja. Ja. Denkt u ook dat de problemen met de Vira te wijten zijn aan fouten in het ontwerp? Dat durf ik niet te zeggen. In de zin van, ik heb niet de rapportage bestudeerd die op een gegeven moment gemaakt is. En hoe zich dat, en ik heb ook niet geanalyseerd hoe zich dat verhoudt tot het ontwerp. U heeft daar helemaal niks over gehoord of gelezen? Ik heb daar niets over gehoord en over gelezen. Waarom niet? Ik kan me voorstellen, je bent 2 jaar bezig aan de start van zo'n project en je controleert het ontwerp. Ja, dat is een goede, goede vraag inderdaad. Ik ben in 2007 iets totaal anders gaan doen. Ik heb toen nog wel, het had nog wel een relatie met het VT50 project, de introductie in het onderhoud bij Netrain. Toen waren er ook nieuwe vertragingen. Ik geloof dat in die periode, het tweede jaar, de vertraging opliep naar 2 tot 2,5 jaar. En ik ben toen iets totaal anders gaan doen. En ik heb, denk ik, ook bij mijzelf een knop omgedraaid van, nou, ik ga iets anders doen en dat is het dan. En daarna ook niet meer de behoefte gehad? Of, nee, die behoefte heb ik niet gehad, want ik kwam in het onderhoud terecht. Dat is een andere tak van sport. Ik zat aan de andere kant van het land. Dus als ik nou op de Watergraafsmeer had gewerkt, dan was het ook een ander verhaal geweest. En ik heb natuurlijk wel contact gehad met collega's. Maar dat is meer om de vraag van hoe staat het ermee en wanneer gaat de trein rijden? Nou, uit ieder geval de onderzoeken die u dan niet heeft gelezen en die openbaar zijn, blijkt ook dat er een herontwerp zou moeten komen van de accu's, de laagspanningsinstallatie. Is dat nou iets waar u ook naar gekeken heeft bij het beoordelen van het ontwerp? Dit zal zeker over tafel zijn geweest. Nou, ik niet persoonlijk, maar mensen in mijn team hebben ook naar het laagspanningsontwerp gekeken. En ik weet niet precies, ik weet wel dat er dingen over opgemerkt zijn, ik weet niet precies wat er over gezegd is. Maar ik kan me ook voorstellen, op het moment dat je contracteisen hebt, een trein moet aan bepaalde eisen voldoen. En de leverancier stelt zijn eigen invulling, zijn eigen, waar hij ervaring mee heeft, voor als oplossing. Dat je niet als eerste dat moet gaan afkeuren omdat het anders is. Omdat je zelf iets een andere architectuur, bijvoorbeeld voor het laagspanningssysteem, gewend bent. Dus dat is altijd een ingewikkelde situatie. Alleen maar omdat de oplossing anders is, wil niet zeggen dat het de foute oplossing is. En als dan blijkt dat dat in de praktijk
niet goed werkt, dan ga je het, dan kom je met een herontwerp. Maar u zegt dat zijn dingen die vanuit uw verantwoordelijkheid, het beoordeel van het ontwerp. U kijkt niet naar alles. En het kan ook zijn dat zaken pas in de praktijk blijken en dat je dat dan moet oplossen. Kijk, in dit geval. En dat is ook normaal, zegt u ook, dat je dat soort dingen. Ik wou er nog één ding aan toevoegen. In dit geval, als je inderdaad een systeemoplossing totaal anders is dan wat je gewend bent tegenkomt, is het ook gebruikelijk om te kijken van hoe gaat dat bij referentieprojecten. Andere spoorwegmaatschappijen die daar dan wel ervaring mee hebben. Om zo een oordeel te kunnen vellen of dat inpasbaar is binnen je eigen organisatie. Het gebeurt dus wel vaker dat als eenmaal een trein rijdt, dat je erachter komt dat het ontwerp niet helemaal past is. Dat ga je dan aanpassen of in een retrofit. Ja. Zeg, dat is eigenlijk standaard, dus niet iets om van te schrikken. Het is niet iets om van te schrikken. Ja. Het komt regelmatig voor vanwege de aard van het type project. Het zijn kleinere projecten, vaak ook complex. En er zijn geen twee treinen hetzelfde. En ze gaan heel lang mee, dus het is ook gebruikelijk bij de Nederlandse spoorwegen dat je 30, 40 jaar lang een ontwerp aan het bijschaven bent. Ja. Nou, er zijn ook wat verschillen ontdekt tussen de treinen. Bijvoorbeeld in de ene trein was de bedrading links en in de andere trein de bedrading rechts. Zijn dat nou zaken waarvan u zegt, nou dat is eigenlijk heel raar, hè, met een kwaliteitssysteem, met een keuring? Mm-hmm. Of zegt u van nou, dat komt ook vaker voor? Nou, dat is jammer dat in de trant van dat zou niet moeten, laat ik het zo zeggen. Ja. Is het nou zo dat u en uw collega's er nou in geslaagd zijn om een trein te krijgen die voldeed aan de specificaties van de koopovereenkomst? We hebben verschillende onderwerpen vandaag met elkaar in dit verhoor besproken. Mm-hmm. Voldeed de trein aan de koopovereenkomst, aan de specificaties? Dat is uw indruk. Nou, dat is niet 1, 2, 3 te beantwoorden, denk ik. Er zijn heel veel elementen die een rol in spelen. De koopovereenkomst is niet beter dan datgene wat er op papier staat. De trein past uiteindelijk niet goed binnen de gebruiksvoorwaarden van de Nederlandse spoorwegen, de NMBS. En misschien ook van de reiziger. En dat kan ook bepalend zijn. Dus je kunt zeggen van, hij kan geverifieerd en overal in orde zijn. Maar als de buitenwereld dat niet accepteert, of omdat er voortschrijdend inzicht is, of omdat sommige zaken niet te vatten zijn in zwart-wit eisen, kan het uiteindelijk ertoe leiden dat iets niet goed is, of niet, als niet goed wordt beoordeeld. Ja. Dus het is te makkelijk om te zeggen van, hij voldoet per definitie niet aan de koopovereenkomst. Maar als je achteraf ziet dat de trein, dat er toch nog zoveel aan gesleuteld zou moeten worden. Ja, op die punten ben ik het met u eens. Dat zijn dan punten die niet voldoen. Of die nadere aanscherping behoeven in de specificaties, omdat ze misschien niet goed waren uitgewerkt. Ja. En hoe komt dat dan, dat dat zo laat pas in het hele proces? Hè? We hebben het gehad over een behoorlijke vertraging. Ja. Lloyds heeft ernaar gekeken, de trein is gecertificeerd, toegelaten. Wat jammer is natuurlijk, is dat het hele project natuurlijk uit elkaar getrokken is. Dus die tijdlijn is al verschrikkelijk lang. En dan komt dit er nog een keer achteraan, omdat je toch in een laat stadium achter specifieke problemen komt bij testen of bij een gebruikname. En ja, dan oogt dat nog als een extra domper natuurlijk, omdat het tijdstraject natuurlijk al dramatisch was verlopen. Maar normaal gesproken zou dit al eerder aan het licht kunnen komen. En wellicht heeft dat ook te maken met de specifieke condities, ik gaf het al eerder aan. Als je eerder in staat bent wellicht om een trein onder bijzondere voorwaarden te kunnen testen en in zijn gebruiksomgeving aan de tand te kunnen voelen, kom je wellicht eerder achter de problemen in het ontwerp en de bouwkwaliteit. Ja. Ik vat u even samen. U zegt dat een trein, als die eenmaal gaat rijden, kinderziektes, opstartproblemen heeft, is niet raar. Zelfs ook niet als daarna een retrofit, een aanpassing nodig is van een aantal maanden. U zegt van, nou, dat is gebruikelijk. Maar één ding houdt me nog wel bezig en dat gaat toch over wat u zei over de verschillen tussen treinen. Ja. Ik noemde het voorbeeld over de bedrading links in de trein en de andere trein rechts. Dat zijn toch rare dingen. Dat is niet oké. Ik dacht ook dat ik zei van, dat zou niet moeten. Ja. Dat is niet oké. Maar het is wel gebeurd. En wat zegt dat dan? Nou, dat zegt iets over de wijze waarop Ansaldo Breda treinen in elkaar sleutelt. En het geeft ook aan dat onze inspecteurs niet alles kunnen zien. Want er zijn natuurlijk heel veel zaken in de trein waar je op moet letten. En ook daar moet je keuzes in maken. Ja, oké. Ik geef het woord aan mevrouw Vos. Ja, u zei net nog iets over dat past niet binnen de gebruiksvoorwaarden van NS. Misschien heb ik het niet helemaal goed begrepen. Hypothetisch gezien, je kunt heel veel opschrijven in een contract en een specificatie. Ja.
Maar het kan net even in de praktijk anders uitpakken. En dat het er net niet goed staat of tijdens het ontwerpproces niet alle condities goed zijn beschreven. Dat bedoelde ik daarmee. Dus dan voldoet het in engere zin aan het contract, ja. Namelijk wat er staat. Maar in ruimere zin past het niet binnen datgene wat bedoeld was. Omdat je niet alles kan vatten in een contract. Ook dat is er een. Een contract is ook een weergave van de werkelijkheid of van je toekomstige werkelijkheid die je naar beste eer en geweten in elkaar draait. Mm. En ook een contract kent interne strijdigheden, hebben we het over gehad. En daar zitten ook soms onjuistheden in. En hoe ga je er dan mee om, zeggen? Dus u zegt eigenlijk, je kunt niet altijd op papier vertrouwen wat je erop schrijft, omdat je dus niet alles weet. Mm-hmm. Wat is dan de goede manier om daarmee om te gaan? Want uiteindelijk moet er wel een veilige trein rijden. Dat er zo snel mogelijk gereden wordt en dat de processen getoetst en gevalideerd worden. Met name de validatie van processen is heel belangrijk. Dus het gaat meestal in twee stappen. Ja. Je kent eerst verificatie, dat is de harde feitelijkheid. Ja. Voldoe je aan de regeltjes, et cetera. En de validatie is, kun je er ook datgene mee doen wat je redelijkerwijs mag verwachten van een trein. Of van wat je denkt dat je gekocht hebt bij een leverancier. En dat validatieproces is cruciaal uiteindelijk. En u zegt eigenlijk dat validatieproces is niet helemaal, als je dan hebt, we hebben het over die verschillende bedradingen gehad, verschillende plekken, dat is dus niet helemaal goed gegaan. Nee, ik zeg niet dat het niet goed gegaan is. Ik zeg dat er heel veel tijd overheen gegaan is. Door de problemen bij het project met vertragingen. Ja. Maar ook denk ik de specifieke voorwaarden waaronder je de gebruikscondities kan vaststellen. Want de trein moet daarvoor rijden over hoge snelheidsspoor. Je moet allerlei dingen, real-time, als het ware, aan de tand voelen. En als dat ook niet kan, Dus die of er niet voldoende maten of intensiteit, dan heb je daar ook al achterstand. Dus dan heeft het over die testperiode dat die niet lang of uitgebreid genoeg is geweest, blijkbaar. Dat zou een aanleiding kunnen zijn. Omdat je niet weet hoe je door de polder raast, bijvoorbeeld het anders dan in Velim of in Italië rijden. Ja. En bij andere treintypes is het vaak makkelijker, omdat je die over het hele spoor kunt inzetten en daar ook meteen kunt toetsen of ze aan de inzetcondities voldoen. Ja. En hier is het gekoppeld aan de HSL, een specifiek tracé. Ja, en dan nog even over dat bekijken. We hebben het eigenlijk, u zei het al, een kleine order, 19 treinen. Die vraag stelde mevrouw Bergkamp net ook. Waarom hebben ze dan niet alle treinen afzonderlijk bekeken? Of die draadjes allemaal wel goed lagen? Of de plugjes hard genoeg ingedraaid worden? Weet u waarom dat was? Er is geen beginnen aan. Ook niet met 19 treinen? Met 19 treinen. Ik weet niet hoeveel onderdelen er in een trein zitten. Maar het zijn er echt heel veel. En we kunnen daar niet met 100 mensen gaan rondlopen om alles te controleren. Je moet gewoon vertrouwen. Niet, ik denk ook niet dat het zinvol is. Ja. Dan gaan er andere dingen mis. Dan ga je de leverancier van zijn werk houden. Ja. Dus dat is ook de reden dat we op procesniveau ons contractmanagement insteken. Ja. Dus met name ook ervoor zorgen dat de kwaliteitsprocessen bij de leverancier goed ingericht zijn. En dat je je speerpunten defineert op basis van analyses over sterke en zwakke punten. Dus uiteindelijk, we kunnen heel veel op papier zetten. Maar uiteindelijk heb je dus vertrouwen nodig als een soort van smeermiddel in die trein waar je maar waar je het mee moet doen. Ik denk dat je, dat is niet alleen vertrouwen. Je kunt heel goed dingen eruit halen met controles. Ja. Maar je moet ook accepteren dat het nooit volledig is. Ja. En het vervelende is datgene wat je niet gecontroleerd had en wat achteraf niet goed ging, en dat is misschien maar 1%, kan je lelijk opbreken. En dat is het risico van het bouwen van de treinen en het kopen van treinen. Okay, ik geef het woord aan de voorzitter. Ik zit te luisteren, want u zei net dat u zich nu meer bezig met onderhoud, van treinen, met instandhouding, begreep ik dat goed? Ja, dat klopt. Is dat ook de verklaring waarom u juist op die verschillen en die bedrading en dergelijke inzoomt? Want ik kan me voorstellen dat voor het onderhoud van een trein een extra ingewikkeldheid is als alles anders is. Of heb ik het hoeft niet, want de bedrading die er eenmaal ligt, die heeft geen onderhoud nodig. Okay. Dus het onderhoud gebeurt aan andere systemen. Mocht daar wel verschillen in zitten, dan hebben we echt een groot issue, want dan kunnen we het onderhoud niet goed doen. Want de monteur kan onmogelijk bij de ene trein rekening houden met de ene situatie en bij de andere trein met de andere situatie. Wat we wel merken is, als het moment dat je een wijziging in een trein wil doen en de bedrading ligt er niet volgens tekening, dan loop je tegen vervelende problemen aan. Want dan schroef je hem open en dan klopt jouw papierontwerp niet met datgene wat er in de trein zit. Mm-hmm. En dat is ook iets wat we kennen van NS-treinen, dat bedrading niet altijd ligt volgens tekening. Dus je zou kunnen zeggen van bedrading ligt niet altijd volgens tekening, want er wordt blijkbaar in de productie worden er wel eens andere keuzes gemaakt.
Maar het hoeft niet direct een probleem te zijn voor de instandhouding en het gebruik. Het gaat wel een probleem zijn op het moment dat je wijzigingen aan treinen zou willen doen en die dat specifieke deel betreffen. Oh, wel. Wij komen tot een afronding. Maar we hebben nog wel een slotvraag voor u. U bent niet heel lang, maar toch wel een aantal jaar betrokken geweest bij het project. Heeft u signalen gekregen van onregelmatigheden? Zaken die niet goed zijn gegaan? Fraudes, gewoon in die range, in die sfeer. Heeft u daar signalen voor gekregen? Nee, nooit signalen over gehad. En als ik ze wel had gehad, had ik ze gedeeld in mijn team. Okay. Of met de mensen die dat aangaat. Dank u wel. Dan sluit ik hiermee dit verhoor. Ja. En schors de vergadering. Mag ik mee? Ja.